Deze beschouwing, die gaat over globalisme, EU en katholicisme. Zoiets moet het denk ik worden, qua titel dan. Hè? Ik zit me dat de laatste dagen af te vragen, waar komt dat toch vandaan? Die hangt naar een, een steeds grotere regering. Dus deel uit willen maken van een steeds groter geheel. Vroeger had je die stadstaten met stadhouders. Dus dat je. Utrecht was er één en Zeeland was er één en Holland was er één en Friesland was er één. Dat was in de tijd van Willem de Zwijger. En Willem de Zwijger was dan de, de centrale pief. En die was een voorstander van zoveel mogelijk soevereiniteit in de verschillende onderdelen zelf. Maar ja, Willem de Zwijger is doodgeschoten. Door iemand van de Katholieke kerk. Of in opdracht van de Katholieke Kerk. Je moet zeggen. Balthasar Gerard heette die. En wat je nu ziet is zo'n ja, zo hunkering. Van... Maar van wie eigenlijk? Ik ken mensen, hoor, in mijn uh, persoonlijke omgeving, en die zijn helemaal voor de EU. De EU, niet straks, maar nu. En vind ik zo gek, hè? Want de EU, dat is. Het bevordert de handel binnen Europa helemaal niet. Los van het feit dat er eh, nu met die aanstaande Brexit of zo, dan gaan ze plotseling heel moeilijk doen over contactlensen die uit Engeland komen. Dat vertelde mijn dochter. Maar het staat helemaal nergens op. Het doet er gewoon niet moeilijk over. Als wij onze rekening betalen aan die Britten, dan waarom zouden ze geen, geen contactlensen leveren? Ja, toch? Nee, dan moet. Uh, Engeland moet in de EU blijven. En die Juncker, hè, die, die zei laatst. stond op Prism Planet. Juncker zei dat mensen die nationalistisch zijn. die dus. Eh, wiens hart primair... bij het eigen land ligt, dat die uh, die zijn niet goed bij hun hoofd. Uh, wat heb ik dan? Nou aan? Dat Junker dat zegt. Toch? Waarom ja. denkt Junker dat? Is dat omdat hij... Uh, want hij is dan de baas van de EU. En, en dan wil hij dus dat, dat iedereen ook hem ziet als de baas. Maar ik heb die Junker helemaal nooit gekozen. En ik zie wel verhalen op internet dat hij... Of filmpjes. daar uh, is hij zwaar beschonken. Een stom dronken. Of hij heeft een of andere spierziekte of zo. Ja, wie is er hier nou gek? Het is niet zo dat ik zo blij ben met een Willem-Alexander. Maar moet ik dan wel blij zijn met Junker? Ja. Dus. En wie wil dat nou? Wie wil nou de soevereiniteit van Nederland opheffen en al die rechten tot het uitvaardigen van regels, dus al die zeggenschap, overdragen aan een stelletje bureaucraten in Brussel? Onder het mom dat het dan veel beter zal gaan met Nederland. Hoe kom je daar maar bij? Een EU-ambtenaar die kost 345.000 euro per jaar. Ja. En bij de laatste Europese verkiezingen, er was afgelopen. Woensdag of zo, donderdag? Donderdag, dacht ik, ja. Toen heeft de P van de A, de Partij van de Arbeid, die heeft gewonnen, en die was pro-EU. Ik denk ja. Kijk, die arbeiders van de Partij van de Arbeid, die arbeiders. Dat heb ik nagerekend. Wij, die betalen hier in Nederland, de Nederlandse arbeider dus, de echte werker. Die betaalt iets meer dan 400 euro per jaar aan de EU. Hebben die arbeiders geen zin om die centen gewoon voor zichzelf te houden? Vraag ik mij af. Toch? Of zouden ze het niet weten? Wat het ze kost? Ik denk dat laatste. Want wie weet dat nou? Wat de EU kost? Ik heb zo'n website gevonden en daar staat de begroting op van de EU van 2017. En die, is, ja, die maakt niet duidelijk dat het een Nederlandse arbeider uh, 400 à 500 euro per jaar kost. Dan moet je al die getalletjes van die website moet je overtypen in een spreadsheet. Dat heb ik dan gedaan. Ja, en dan rijzen dan je de haren te bergen. Want dan zie je de totale. En dan zie je ook waar het geld naartoe gaat. In België is het nog erger hoor. Dan betalen ze bijna 500 euro per jaar per arbeider. Hè? Dan reken ik ambtenaren niet mee. En bejaarden met een uitkering ook niet. En kleine kinderen ook niet. Hè? Nee, kijk naar de mensen die daadwerkelijk de putjes scheppen, en de vuilniszakken in die grote vuilniscontainer gooien. En die de kozijnen schilderen en dat soort dingen doen. Die mensen. In België bijna 500 euro. Per mankracht. Menskracht. Per jaar. En een land als Litouwen. Waar wij er echt geen donder mee te maken hebben. Die krijgen dan 400. Per persoon per jaar. Krijgen. Nou, dan blijft er dus een stuk aan de lat hangen, want wij betalen veel meer dan dat de EU uitkeert. Nou, en als je dat deelt op het aantal ambtenaren, ja, per ambtenaar blijft er 345.000 euro per jaar aan de strijkstok hangen. En dan mag je ervan uitgaan dat dat niet netto wordt uitgekeerd aan die EU-ambtenaar. Ik denk dat hij naar huis gaat met een mager salarisje van 10.000 euro per maand. Dus 120.000 per jaar. En waar blijft dan die 220.000 euro? Ja, Joost mag het weten. Het loopt nog een beetje geld uit te smijten, man. En waarom willen we dat nou? Vinden we Nederland te klein of zo? Te benauwd? Wij willen graag wonen in Europa. We krijgen zo dadelijk een Europees leger. Wat moet je daar nou weer mee? Vechten tegen China? Volgens mij is het een, een ziekte. Dat globalisme. Dat je dat wil, hè? Want kijk, dat iemand als de paus, want de paus is voor, hè? De paus wil dat. Maar dat kan ik begrijpen. Want de paus behoort tot de club die hier garen bij spinnen. Die willen dat. Maar. Mensen hier in mijn omgeving... die willen dat ook. Want die stemmen erop. Die stemmen P van de A. Dat slaat toch helemaal nergens op? Ik ken ook zo'n jongen... Die, die staat hier ergens in... ik wil niet zeggen waar... Kom je er nooit meer in die tent? <laughs> die staat dan achter de bar. En ik was een keer in die tent. En ik had een glas rode wijn uh, betaald. En toen zat ik zat er, met iemand te oude horen. Of twee mensen of in een groep. Ja, ik zat uit te leggen: van, kijk, uh, ik betaal dit. Het was me heel weinig. Twee vijfde voor een glas wijn. Ja, dus toch uh, vijf gulden 50. Dat is een aardig bedrag. En ik legde uit aan het gezelschap uh, hoeveel wijn ik. Ja, ik betaal aan belasting. En wat naar de EU gaat. Huh? Al die EU-onzin, die drijft hier de prijzen omhoog. Dat is wat er aan de hand is. En die man die daar achter de bar stond, die, die, die liep net langs, die wilde even lege glazen gaan halen of zo. En die draait zich om en die zegt zo tegen mij: Als je niet bereid bent om te betalen voor de EU, nou dan zo je met die maar op naar het buitenland. Waarmee die bedoelt buiten de EU. Ik denk, wat dan dan weer? De EU levert je helemaal niks op. Los van het feit dat ze pro-NATO zijn. En dan zitten we laatst. We zaten te knokken in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Waar we volgens mij helemaal niks te zoeken hebben. En in de krant staat dan doodleuk. Dood we zijn daar om onze Zuidgrenzen te verdedigen. Denk ik wel fucking Zuidgrens. Bij baarle Nassau. Daar is toch onze zuidgrens? Nee, tegenwoordig ligt de zuidgrens aan de noordkant van de Centraal Afrikaanse Republiek. En dan moeten we daar onze jongens en meisjes naartoe sturen. met een, een M16 of wat hebben ze tegenwoordig aan Poeveling. Moeten we nog betalen ook? Erg, vind ik dat gaat helemaal de verkeerde kant op. En dan de paus die, die 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 fijne vent, die wil dat er een wereldgeloof komt. Die is druk bezig met het boek Openbaring, het laatste boek uit de Bijbel, om dat in een rap tempo even te verwezenlijken. Van hallo, hier is jullie antichrist. Ja. Gelijk of niet? Wat heb je nou aan zo'n wereldgeloof? Wat, wat, wat? Ja, maar waarom is, ja, j, jij die hier naar luistert, je kent of je hebt zelf P van de A gestemd, of je kent wel iemand die P van de A heeft gestemd voor de EU-verkiezingen. Dus je bent helemaal pro-EU. Nou, dan ben je ook pro-De Pauwste, dan ben je ook pro het wereldgeloof. Maar wat wil je nou? Zak hooi. Ja, er is maar één religie en die heet verstandigheid. En de mooiste verwoording van verstandigheid, die ook te begrijpen is voor Tante Trien, ja, die heet de Bijbel. Klaar. En als je het ingewikkeld wil, dan ga je Immanuel Kant lezen, en dan Arthur Schopenhauer, en dan Friedrich Nietzsche... Voor de lol even tussendoor even bijkomen van al die serieusiteit. nietsje kan je echt lachen. Alhoewel shoppen namelijk nou ook wel. Nou, dan heb je nog een high dagger om het een beetje af te maken. Ben je er ook uit? Ja, dat is wel erg ingewikkeld allemaal. He. Als je het een beetje simpel wilt begrijpen, moet je de Bijbel lezen. Klaar. Ja, ja. En hebben we daar een wereldgeloof voor nodig? Nee, waarom? Gaat het prima zo? Niemand leest de Bijbel en dat vinden we allemaal geweldig. Nou, oké, okay, klaar. En de paus die verandert helemaal niks aan, die zit alleen maar onzin te roepen. Want, uh, nou, we willen er eigenlijk ook wel uh, homo's in het huwelijk. Maar de paus, je ziet overal een gat in. Hè? Terwijl het duidelijk in de Bijbel staat dat als twee mannen in een bed gaan liggen en daar hetzelfde doen als een man en een vrouw, dat dat een gruwel is. In de ogen van uh, hè? degene wiens naam wij niet noemen. Nee, dat dus is ook versmeerd pijperij. Ik vind niet dat je homoseksuelen van torens af moet gooien. Ik vind ook niet dat je ze moet gedogen. Ik vind dat je er helemaal niks mee moet doen. Op scholen moet je vertellen dat het vies spuikerij is. Maar niet. Het is uh, tegen natuurlijk. En die mensen die hebben iets. Ze hebben uh, ongelukkige jeugd gehad ofzo. Of er is iets anders misgegaan. Ja. Dat is altijd wel een reden. Ja. Maar het is afwijkend. Loopt Hier in Arnhem loopt er ook zo'n jongen in de is dus Best een aardige vent. Ongelooflijk verwijfd in zijn uiterlijk alles. Hij, hij loopt op, uh, op van die laars. en heeft hij aan met hoge hakjes. En, en hij praat als een heel vrouwelijk. Het is een psychisch geval, man. Een psychiatrisch geval. Hij doet geen vlieg kwaad, Echt niet. Dan laat die jongen lekker lopen. Trek je er niks van aan. Het is al zielig genoeg voor hem. Maar hij spoort niet. En in de tijd dat ik nog wel in de kroeg kwam. Dan zat hij een keer er ook. En daar ken ik hem ook van. Ik wel eens met hem gesproken. Ik vind hem best een aardige vent. En dan zat hij met iemand te praten. En uh, nou, hij maakte zich zorgen. Want hij zou gekort worden op zijn uitkering. En toen zei die vrouw nog tegen hem. Want die werkte ook in dat circuit. Als arbeider dan. Hè. Ah, zei ze. Als het echt zo is als je zegt, dan... En dan moet je dat maar even doorgeven dan ga ik wel even voor je bellen. Dat, dat kan niet. Wat je nou zegt, dat gaan ze echt niet doen. Ze probeerde hem gerust te stellen. Wat ik aan dus opving, is dat die jongen al sinds jaar en dag in een uitkeringssituatie zit. Ja, vind je het gek? Want hij spoort niet. Ja, zo iemand die... Ik weet niet of hij een operatie heeft ondergaan, zo'n penisamputatietoestand. Weet ik niet. Misschien wel, maar... maar. In zijn geval, dat heb ik dus gelezen, ik weet niet meer wie dat was. Het was een hotshot. En die zei: van, ja, Er zijn mensen die, die kan je niet behandelen, er is geen therapie voor. Je en, en kan het wel proberen, maar je blijft eeuwig be bezig en er zit geen vooruitgang in. En de enige remedie voor die mensen is een, uh, ja, een penisamputatie. Ja, dan maar zo. Ja. Maar dan heb je het wel over volwassen mensen die in eerste instantie met therapie behandeld zijn. Want het is raar als je als jongen geboren bent en je hebt een penis en een paar ballen. En, en, en dat je dan een, ja, meent dat je een vrouw. Bent. Terwijl als je in de spiegel kijkt en je blote niks ziet, dan zie je toch duidelijk dat je een jongetje bent. En trouwens, bij hem hoef ik dat helemaal ik hoef hem niet in zijn blote niks te zien. Ik zie dat zo wel. Ik zie zien dat het een man is. Kan hij wel op hoge hakken lopen, met een rokje aan en een leuke majo. Uh, hij is gekleed als een vrouw, maar <laughs> ik zie een man die is gekleed als een vrouw. Het is een man, punt. Dat maakt mij verder niet uit. Zou jullie ook niet, ook niet uit hoeven te maken. Ja. En de paus die... Oh, oh iedereen moet erbij. Oh, oh, oh. Die man die weet niet waar hij het over heeft. Deze jongen in kwestie, ja, dat is een, een, een psychiatrisch geval, dus hartstikke zielig. Of zielig, maar als je die jongen verder niet lastig gevallen, hij drinkt af en toe zijn glaasje. Ik heb hem nooit dronken gezien of zo. Kan je van mij niet zeggen. Maar aardige vriend. Misschien is hij niet zielig, als je hem maar niet lastig valt. Maar een hele hoop van die van die kerels die, man, die willen dan trouwen voor de katholieke kerk en dat mag dan. Oh, 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 oh. Ja, dat is mijn wereldgeloof niet. Ja, ik kan moeilijk gaan lopen verbieden dat mannen het met elkaar gaan doen. Dat wil ik ook niet verbieden. Maar hou het voor jezelf. Hang het niet aan de grote klok, AUB. Want ik vind het vies. En dat vind ik van meer dingen hoor, van de paus. Het vies. En die organisatie, dat, dat is een hele grote hiërarchie. Hè? De paus is dan de topdok. dan heb je allemaal kardinalen eronder. En dan heb je nog de bischoppen. Uiteindelijk de priesters. En dan nog een ding aan de mannetjes aan de zijkanten. De nunciussen of zo. Ook niet zoals de, de, de diaconessen of zo. De diocenen. Een totaal strak georganiseerd uh, gebeuren. En als je daarbij bent, dan ben je lid van het allergrootste, machtigste, rijkste geloofs. ...gebeuren van deze aarde. Ja, ik wil dat helemaal niet. Ik heb hier... Uh, ...tegenwoordig heb ik een, eindelijk... ...een echte statenvertaling. Jawel. En online heb ik mijn King James. Kan ik het in het Engels... ...nog even nazoeken. Nou, dat is voor mij genoeg. Dan ben ik klaar hoor. En af en toe doe ik een gebedje. Ja... En jullie hoeven helemaal niet te weten wanneer ik dat doe. En als ik dat doe, dan doe ik dat in de eenzaamheid van mijn eigen leven. En dan is alles weer goed. Ik heb helemaal geen globaal katholiek geloof nodig. Een katholiek betekent globaal of universeel. Katholieke geloof is het universele geloof. Per definitie in de naam is dat op inbesloten of opbesloten, inbesloten. Het volgt direct uit de naam. Katholiek, dat komt uit, uit het Grieks. Betekent universeel, voor alle omvattend moet je zeggen. Het alomvattende geloof. Ja. En die jongens willen graag de baas zijn van alle. Rijken. Alle koningen, zullen we maar zeggen. Een overdrachtelijke zin, dan natuurlijk. Hè? Want wij hebben hier in Nederland een koning. Maar hij is die echte koning? Dus lijkt me meer een soort uh, erebaantje. Ja. Ik heb net een berichtje binnen van Jurk Liesman. Om acht uur gaan we weer, gaan we weer beginnen. <laughs> Gaat weer een mooi stukje voorlezen. Dat, dat is toch genoeg? Heb je toch niet een, een wereldomvattende kerk voor nodig? Is dat is dan van onzin. Toch? Ja. En die hang die hebben we heel sterk. Of we worden besodemieterd waar we bij zitten. Dat we die hang eigenlijk helemaal niet hebben, maar door de tv en uh, al die ja, media worden we helemaal gek gemaakt. En gaan we roepen van ja, Europa, ja, ja. Dat wil ik, dat wil ik. Maar je wil het eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk. He? Als je er goed over nadenkt, dan wil je dat niet. Dan lekker iedereen soeverein. Ik zou het ook fijn vinden om in Nederland, de, als ik dan belasting betaal, dat ik belasting betaal aan de stad Arnhem. En de stad Arnhem, die draagt af aan de, aan de provincie Gelderland. En de provincie Gelderland, die draagt af aan de, de staat der Nederlanden. Dus uh, belasting wordt door mij betaald aan de gemeente. In plaats dat ik belasting betaal aan de staat. Maakt het allemaal zo complex. Liever heb je toch één plek waar je belasting betaalt. Nou, aangezien je gemeentebelasting moet betalen, dat lijkt me nogal wieders. Want je woont in Arnhem, nou, dan betaal je ook maar de lokale belastingen. En daarin zit inbegrepen dat wat Arnhem afdraagt aan Gelderland. Lijkt mij een stuk handiger hoor. scheelt een hele hoop financiële transacties. Maar dat zal wel weer even duren, denk ik. Ik krijg nooit meer zin. Je zult het is altijd hetzelfde. Ik hadden van die leuke ideeën en niemand luistert naar mij. Ik kan me ook herinneren, dat was. Hier in Arnhem hadden wij Occupy. Nou, dan komt Jan en alle mannen. en nam zijn tentje mee. of zo, eventje En dan. ergens een parkje. bij de Jans Buitensingel. En dat stelde niet zoveel voor hoor, dat paardje. Een paar vierkante meter gras. En wat bloemperken. Nou, iedereen pleurde zijn tentje neer. En dat was. Uh, Zo'n vrouw, die, die kende ik al wel. En die was er ook gaan zitten met dat eentje. En die zei van: Ja, uh, dan gaan we nu een gemeenschappelijke, gezamenlijke kas maken. Want uh, voor het eten en zo. En toen waren er al mensen die zeiden: van, Nou, dat willen wij helemaal niet. We willen geen uh, gezamenlijk uh, allemaal geld storten in één uh, ding. Nee. Want dan gaan we weer. En ik kan me dat goed voorstellen. Wat is dat voor een hang? Alles samen in één en dezelfde kas? Ja, en wie gaat dan de kas beheren? Ja, zij zeker. Maar zoiets is nog gebeurd ook. Hè? Dat, uh, de kas was plotseling leeg. En niemand wist uh, waar de inhoud gebleven was. Ja, ha ha. ha, ha, ha. Er zijn ook de mensen die, die geven dus een bepaald persoon de schuld. Ja, en die zegt hij, ik heb het niet gedaan. En heel veel andere mensen zeggen, ja, dat is typisch iets voor hem om zoiets te zeggen. Ja, wie heeft het dan wel gedaan, dat weet ik veel. Ik denk zelf dat hij het niet gedaan heeft, maar ja. Wie heeft er een YouTube-film van? Ja, ik niet. Maar ja, de mensen zijn globalistische hang. Volgens mij willen we dat eigenlijk helemaal niet. Maar worden we erin gekletst. er ingekletst? En wat dan ook gezegd, van, ja, toen er nog geen Europa was, toen hadden we hier de Tweede Wereldoorlog. En als er een Europa was geweest, dan was de Tweede Wereldoorlog niet doorgegaan. Volgens mij klopt die redenering niet hoor. Die Tweede Wereldoorlog is veroorzaakt door de paus. En de paus is lekker aan het doorgaan hoor, met zijn oorlogen. Alleen op een andere manier. Zo. Hier in Arnhem zijn 30% van de Arnhemmers. Die, die komen helemaal niet uit Arnhem. Ja, ik ook niet. Ik kom uit Bovenkerk. Maar, maar die komen niet uit Nederland. 30%. Dat is één op de drie. Als je hier overdag over straat loopt. dan uh, wordt er allemaal gekletst door iedereen. En, uh, nou, één op de drie van de gesprekken. Ja, die kan je niet volgen. Dus uh, me kakken, kiki. Koeterwaals. Ja, maakt dat een uh, hechte, fijne samenleving? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar die diversiteit dat is echt heel belangrijk. En het uh, is goed voor de samenleving. Hoe kom je daarbij? Ik zou niet weten waarom. Het lijkt mij veel verstandiger dat iedereen dezelfde taal spreekt. Ja, toch? En ja, multiculturele toestanden. Ja, de ene, ik kom uit Noord-Holland. Uh, nou, Wim, Wim Kruidertuin komt uit de Achterhoek. Nou, ik ken ook een jongen en die komt uit Friesland. Dat is toch multicultureel genoeg? En het komt dan bij elkaar in zoiets als Café de Wachter en dan klets, klets, kletsen. Nooit geen ruzie, nooit geen toestanden. Iedereen kan elkaar verstaan. En dan zit je nou met, met al die mensen. Ja. Daar moet je dan nou mee oppassen ook hoor. Met sommige buitenlandse mensen. Die, die hebben een kort lontje. Ja, ga er maar aan staan. Zo. Als die jou niet verstaan, niet begrijpen. dan interpreteren ze dat vaak negatief. Ja, en dan krijg je een ontzettend. Uh, dan krijg je haatgevoelens worden er over en weer geslingerd. Dat wil zeggen, zij denken dat ze beledigd worden. En dat is dan helemaal niet zo. En dan vervolgens uh, halen ze uit naar je man. Zo, die knetter. Ja, ik heb het meegemaakt. Sterker nog, aan den lijve ondervonden. Had ik uh, een grapje gemaakt. Het uh -uh. viel niet zo goed. Ze begrepen de grap ook niet, namelijk. Nee, ik begrijp het niet goed. Ik zeg niet dat die buitenlanders aan een mas weg moeten, hoor. Ze zitten hier nou toch, dus ja, laat ze me zitten. Maar ik vind het wel mooi genoeg geweest. Eerst gaan we ervoor zorgen dat iedereen die hier naar binnen gekomen is, dat die fatsoenlijk Nederlands spreekt. En dan mogen er we weer nieuwe bij Ja, we zijn hier niet het opvangoord van uh, de Janse wereld. Of wel? Waarom zouden we dat moeten zijn? Toch? Zijn wij zo geweldig? Ik zou niet weten waarom. Door ja, we hebben een behoorlijk welvarend land. Ja, wij werken hard. We werken verstandig, we zijn rationeel. We hebben niet die uh, manjana-manjana-mentaliteit die in het zuiden tegenkomt. Hè? Dan doen we ook een mooi gewil. Nee, wij zijn hier meer van aanpakken. Ja, dat heeft geen windeieren gelegd. Maar houdt dat in dat we dan iedereen uit Somalië moeten opvangen? Van de Somaliërs heeft hier 70% een uitkering. En worden ze daar wijzer van? Nee, ze maken die uitkering elke maand op. Worden wij er wijzer van? Nee, we zijn elke maand dat geld kwijt. En kunnen ze Nederlands? Nee. Ja, ze kunnen net genoeg om in de supermarkt af te kunnen rekenen. Met ons eigen geld. Ja, ik vind het helemaal niks dat globalisme. Dat universele internationale communisme. gaat toch weg. Iedereen die maar een beetje zielig is, uh, ja, dan moet dan degene die niet een beetje zielig is, die moet daarvoor gaan zorgen. Ik zou niet weten waarom. Dat was de, in de jaren negentig of zo. Had je zo'n actie met. Uh, die fan van de Boomtown Reds, wat ik wel. weer? Die liedzanger. Sir Huppeltje Pub. Bob Geldof. Bob Geldof. En die actie heette Live Aid. En dan gingen we Afrika redden. We ging om een of ander land in Afrika. En daar was hongersnood. En uh, allemaal bij elkaar. En. Uh, Red Hot Chili Peppers waren er ook nog. Ja. En een hele hoop mensen. Nou, er is heel veel geld ingezameld. Er is allemaal voedsel naar het gebied gegaan. Nou, inmiddels is daar de bevolking, sinds die tijd dan, hè... is uh, verviervoudigd. En er dreigt opnieuw een hongersnood. Ja. Moeten, we, moeten we ze nou opnieuw gaan helpen? Ja, dan moeten we vier van die live-aids organiseren, want daar moet vier keer zoveel geld naartoe. Want de bevolkingsgroei daar de bevolking is verviervoudigd. Terwijl ze toen in de jaren negentig niet in staat waren om zichzelf te voeden. Wij moesten bijspringen. Nee, daar word je blij van, toch? Wat heb ik nou aan het globalisme? Landen die er niet voor hun eigen kinderen kunnen zorgen, waarom moeten wij gaan zorgen voor die landen? Landen waarvan de mensen niet voor hun eigen kinderen kunnen zorgen, waarom moeten wij voor die mensen van die landen gaan zorgen? Want ze kunnen niet voor hun eigen kinderen zorgen. Waarom zouden wij dan wel voor hun gaan zorgen? Dat snap ik niet. Dan geef je toch een heel raar signaal mee af? Van, gaan jullie maar lekker uh, veel seks hebben en alles? En als de nood aan de man komt, dan moet je even bellen en dan komen wij wel met de hulpgoederen. En ja, ze dus, uh, gaan weg. Ik geloof ook helemaal niet in ontwikkelingshulp. Dat is helemaal nooit, dat heeft nooit gewerkt. Het is alleen maar leuk geweest voor de ontwikkelingshulpmedewerkers. Die hebben daar een leuk baantje aan overgehouden. Maar die streken die zijn nog net, net zo rete arm als voordat de ontwikkelingshulp daar was, hoor. Nou, we zitten nou lekker op de 40 minuten. En in de beschouwingen die hou ik altijd zo maximaal 45 minuten. Dus ik ga lekker afronden. En mee klaarmaken voor het gesprek met Jurk Liesman. Uh, uit dat boek, wat is het? Het gaat vast weer over de paus. En dan met de hele meute Duitsers. Allemaal via Skype. Ga ik luisteren naar Jurk. En naar Michael. Wie zou er vandaag nog meer bij zijn? Allemaal mensen die houden niet van globalisme. Die houden niet van katholicisme. Die houden niet van diversiteit. Nou, ik word geaccepteerd. Ik ben de enige Nederlander in het gezelschap. Hollander mag je ook zeggen. Want ik kom uit Amsterdam en omstreken. Ik kom uit Holland, uit Noord-Holland. Dat is multicultureel genoeg. En uh, ook met de multiculturaliteit in gedachten zeg ik op zijn hamburgers Tjus. en dag liefheids.